vandaag ga ik aandacht voor geluidsoverlast van motoren in de Krimpen en Waard. Kent u die klacht dat mensen dat hebben? Ik weet van het bestaan. Ik vind zelf, doordat het in groepen zal dat best wel eens zo zijn, maar ik rij vaak alleen. Ja. En ik probeer een beetje rekening mee te houden. Het kan zijn dat je met visite op je balkon zit te genieten van het uitzicht en het mooie weer. En dat je het gesprek moet staken totdat de hele groep voorbij is. In de Krimpen en Waard zijn er heel veel mensen die daar ook heel veel last van hebben. En wat we dus gedaan hebben is eigenlijk beginnen met aandacht vestigen op het probleem. Weten die motorrijders wel dat ze dat veroorzaken? Of hebben ze het niet eens in de gaten? Dat doen we nu eigenlijk. Dat doen we door middel van borden langs de weg. Dat doen we door stukken in de krant. Radio en televisie interviews. En hoort u hem al de achtergrond trouwens? Ja, die is wel een kilometer weg deze. Ja, ik vind het altijd een beetje een onzinverhaal over lawaai. Want die mensen, als ze morgen naar de werk gaan, dan pakken ze ook die leasebak. En dan trappen ze ook op zijn start. Door diezelfde weggetjes. Dus laat ons dan op ons gemak. Zonder ze min mogelijk, proberen ze min mogelijk overlast te veroorzaken aan de mensen. En dan valt het wel mee. Wij vragen eigenlijk aandacht voor de echte piekgeluiden. En we vragen eigenlijk aan mensen van, joh, we willen met een laag toerental rijden, niet in grote groepen en mijden stiltegebieden. Kijk, waar wij last van hebben als bewoners van de Krimpen en Waard, zijn niet mensen die rustig langs rijden. Maar het zijn de mensen die het gas zo ver openzetten dat wij het gesprek moeten staken, omdat we elkaar niet meer kunnen verstaan. Ja, dat is niet leuk. Wordt er geredeneerd vanuit emotie. En dat snap ik, hè. Dat je soms het ook vervelend vindt als je ergens woont en je ziet motorrijders of andere mensen voorbij komen die lawaai maken of zich niet houden aan de normen zoals we met elkaar afspreken. Maar het is maar een hele kleine groep. En waar het ons om gaat is dat je het misdraging van een hele kleine groep niet kunt afspiegelen op de hele grote groep goedwillende motorrijders die zich keurig gedraagt, keurig uitlaat, zich keurig in de kleding zet en zich gewoon een rondje aan de toer is. Maar goed, de bewoners zeggen ook niet van het is de hele groep. Ze zeggen het zijn er enkelingen, maar ja, die veroorzaken wel overlast hier. Ja, maar als je dat terugziet in de media, dan gaat het over de motorrijders in het algemeen. De motorrijder wordt aangesproken, de motorrijder komt in een negatief daglicht. En dan zeg ik van mezelf, het is een handhavingsprobleem. Bekeur gewoon die mensen die zich niet houden aan de regels en trek daar geld voor uit. Maar als we allemaal een beetje rekening met elkaar houden en wat minder gas geven en wat meer van het natuurgebied genieten, dan zijn de mensen ook misschien wat vrolijker dan.